Cora van Nieuwenhuizen, nummer 2 op de kieslijst van de VVD voor het Europese parlement. Sinds vorige week is ze op campagnetour door Brabant om kiezers voor zich te winnen. Ik heb ze niet van voren gezien. Dus wie komt ze dichterbij? Wie zou dat zijn? Oh, deze. Ja. Ja. Hallo. Van de VVD, maar ik weet niet wie het is. Nee. Nou, dat zal ik me even voorstellen. Cora van Nieuwenhuizen uit Oisterwijk. Oisterwijk, ja. En ik moet op jullie stemmen of zo? Ja, dat mag. Ik sta op nummer 2 voor de Europese verkiezingen. Dus dan hebben we een Brabants in het Europees parlement. Hè? Dus dat lijkt me nooit verkeerd. Ja. Maar Cora kende u dus nog niet? Nee, die kende ik niet. Helaas, nu wel. Nee, nu wel. Oké. Ja. Leuk kennis gemaakt te hebben. Ja. Weet u wie dat is? Geen idee. Nee. Waar komt u vandaan? Uit Oisterwijk. Het is toevallig ook een stadsgenoot van u. Ook dat nog? Nee, ik ken ze echt niet, helaas. Ik heb wat mensen gevraagd, maar heel veel mensen kennen u niet. Nee, dat is jammer. Daar waren er ook wel veel mensen bij die niet uit Brabant kwamen. Ik denk dat de hitkans, zeg maar, dat iemand je kent in Brabant iets groter is. Omdat ik natuurlijk ook gedeputeerde ben geweest in Brabant. En nou, mensen uit je eigen woonplaats, uit Oisterwijk, die kennen je natuurlijk wel. De grap is, ik sprak toevallig net ook iemand uit Oisterwijk, maar ook die kende u niet. Oh, dat is dan extra jammer. Nou, ik denk dat ze na deze verkiezingscampagne niet meer om mij heen kunnen. Want heel Oisterwijk hangt ook vol met de posters Cora voor banen. Aan de bekendheid en populariteit moet Van Nieuwenhuizen dus nog werken. Even voorstellen. Mijn naam is Cora van Nieuwenhuizen. Ik ben 50 jaar. Ik woon in Oisterwijk en ik ga voor de VVD naar Europa. Zaterdag trapte de VVD de campagne voor de Europese verkiezingen af op de bloemen- en plantenbeurs Floraliën in Den Bosch. En als kandidaat Europarlementariër moet je natuurlijk je gezicht laten zien. Ja, want als mensen niet weten dat er een Brabants op de lijst staat, gaan ze er ook niet zo gauw op stemmen. Je moet natuurlijk wel, ik sta op nummer 2, dus je hoeft niet heel ver te zoeken bij de VVD. Maar nogmaals, het moet wel eerst bekend zijn, mensen moeten het wel weten. We gaan nu naar Eindhoven Airport en daar spreken we met de directeur en de minister-president is daar ook bij. En dan kunnen we zien hoe belangrijk die airport is voor het Brabantse zakenleven en hoeveel werkgelegenheid dat ook oplevert. Want dat is waar Cora van Nieuwenhuizen voor staat. Banen, banen, banen. En nummer 2 op de kieslijst is natuurlijk ook niet zomaar. Nee, dat is echt gebeurd omdat we eigenlijk als VVD top hebben gezegd, hier is een top talent. Hans van Baalen is de lijsttrekker en op nummer 2 willen we iemand zetten die ook heel herkenbaar is, ook in de regio herkenbaar is. Die is bijvoorbeeld ook voor hier Eindhoven, de hele ontwikkeling van deze omgeving, heel sterk heeft gemaakt. Ervoor gezorgd heeft dat dit nu, dus een van de slimste, meest innovatieve, meest krachtige regio's van de wereld is. Hè, inmiddels, we praten echt ergens over, daar kunnen we vreselijk trots op zijn. Ja, en ik ben dan weer trots erop om een partijgenoot te hebben die zich daar weer voor heeft ingespannen. Is het dan ook een beetje zo dat u eigenlijk de minister-president wil laten zien waar u vandaan komt? Ja, ook een beetje, want je bent natuurlijk als Brabantse extra trots hier op die airport. En de minister-president bleek het gelukkig al te weten, maar dat is lang niet altijd het geval. En ik denk, hoe meer je het laat zien, hoe bekender het wordt. Nou, je zegt zelf al, ik ben trots op Brabant. Ik heb het woordje trots in een andere context ook uit de woorden van de minister-president opgemaakt. Hij noemt u een toptalent. Nou, daar ga ik bijna een beetje van blozen, maar het is natuurlijk hartstikke leuk om te horen. Nou, ik wil graag de verbinding leggen tussen de Brabanders en de Brabantse bedrijven en Brussel, zodat we kansen die daar liggen kunnen pakken. En bijvoorbeeld lastige regelgeving, waar iedere ondernemer nog voorbeelden van weet te geven, om te zorgen dat we die uit de weg ruimen, zodat bedrijven de ruimte krijgen en weer banen kunnen creëren. Zoals bij Vliegveld Zeppen, tegenwoordig Breda International Airport. Een nieuw bedrijvenpark, het zusje van het grote Eindhoven Airport. Een mooie vergelijking met de politieke loopbaan van Van Nieuwenhuizen. Begonnen in de gemeenteraad van Oisterwijk en vanaf volgende week dus in Europa. Hoe gaan die weken eruit zien? Wat zijn de verwachtingen? Nou, dat zijn eigenlijk dagen een beetje zoals dit. Niet elke dag met de minister-president, maar nog wel met een aantal andere ministers, staatssecretarissen. Dus heel veel bedrijven bezoeken en overal kijken van wat kan ik nou als Europarlementariër straks voor die mensen gaan doen in Brussel om ze vooruit te helpen. Ja, hoe voelt dat u naar Europa gaat? Nou, spannend. Een hele mooie uitdaging en ik ben er klaar voor. Dus voor mij mag het morgen 22 mei zijn.